En vannacht gaan wij hier met z'n allen slapen. Lars, maak je een geintje? Nee joh. Dames en heren, jongens, het is leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag hebben wij het eindelijk voor elkaar. Wij zijn namelijk, Tim, dames en heren, jongens, meisjes, eindelijk is het zover. We hebben het voor elkaar gekregen. Wij mogen namelijk overnachten in dit kinderspeelparadijs. Jongens, laat je horen! Eindelijk! En ik wil Jumbo hiervoor bedanken, want we hebben zoveel pogingen gedaan. En nu is het eindelijk zover. Mogen overnachten! Dit wordt leuk. Ik heb allemaal leuke mensen mee. Onder andere Wessel. Yes! We hebben hier de allesloper, Tim Tigran. Nee, dat is niet waar. We hebben Melchior. Hey. En we hebben... En vannacht gaan wij hier met z'n allen slapen. Holy shit, hier heb ik zin in. Hebben jullie nog veel zin in deze video? Even zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Dan moet je natuurlijk eventjes abonneren. Laat ook weten in de comments waar ik de volgende keer moet gaan slapen. En dit wordt de video met een hoop geschreeuw. Want kijk even wat wij heel de nacht voor onszelf hebben. Dit is toch weer lijp. Dit is toch weer een ideetje bij u tegenzegt. We zijn 20 jaar en gaan als 3-jarige kindjes gewoon heel de dag speulen. Kijk, dit bedoel ik dus met kleine kinderen. Je loopt naar boven. En dit is wat je ziet, Lars. Huh? Lars, wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Ja. Ik kan jullie nu al vertellen dat dit fout gaat. Tim, ik hou van je. Jongens, het gaat al verkeerd. Ja, oh, Lars! Deze is lijp. Oké, jongens, wij gaan hier ons heel de nacht vermaken. Jongens, ik leg één keer de camera weg en kijk even wat voor kansloze idee we nu alweer hebben verzonnen. Dit kan alleen maar weer fout gaan. Lars, wat ben je momenteel aan het doen? Ik dacht, dit is toch een glijbaan? Ja. Nou, die band is ook voor een glijbaan. Ja. De ene is twee, zal ik hem hier opleggen? Lars! Jij nu wel, joh. Ik wil indroppen, hè? Tim! Oh jongens, dus, ze zijn knettergek! Tim, heb je weer wat gesloten? Tim, wat is de kans dat jij dit gaat overleven vanavond? Ah, en heb je een beetje een tactiek? Om dit te overleven? Ja. Nou, ik weet in ieder geval dat ik niet meer in dat karretje zit. Nee. Oké, jongens, we gaan iets leuks doen. We pakken allemaal hier een band. En we gaan allemaal van deze super glijbaan. Woe! Let's go! Omhoog lopen is al leuk! Hou elkaar tegen, hou elkaar tegen. Oké, Timo! Lars, ik ging nog niet eens bijna dood. Als jij moet gewoon zo hard mogelijk als je kan, want jij gaat echt dood. Ja, fuck. Deze glijbaan is zo leuk, dit kan alleen maar gaan. Jongens, soms zoeken we het randje een beetje op, maar we houden alles heel en we doen het veilig. Klinkt heel raar, maar het maakt allemaal niet uit. Het is super leuk, doe het gewoon vooral niet na als je hier bent. Het komt zeker goed, anders moet je weg. Nee. Doe dit vooral niet na. Wij zijn net wat te groot, daarom gaan we net wat harder. Laatst nog één keer? Ja. Ik ga nog een keer. Oh. Nee.
Yes, jongens, we gaan beginnen. Het is momenteel 2:10 en we zitten nu even allemaal hier gezellig. Mees, even stop met een getrommel. Zal ik even voor jou een liedje spelen? Nee. Jongens, pak allemaal je slaapzak. Die heb ik helemaal niet bij. Ik heb geen slaapzak. Hebben jullie echt geen slaapzak? Nee. Ja, natuurlijk wel. Ja, tuurlijk. Pak je slaapzak. En dan gaan wij een slaapzakkenrace doen door het kinderspeelparadijs om 2:30 s'nachts. Holy shit. Wat gaan wij doen met ons leven? Ik soms vraag me af, Timo, wat doe je in het leven? Nu overnachten we weer in een kinderspeelparadijs. Oh, Tim! We gaan even een parcoursje uitstippelen. Je begint zo meteen op de mega mooie toren. Dan loop je door. Gaan we hier naar boven. Dan gaan we er helemaal achterlangs omheen. Kan dat? Ja, kan wel. Hier omhoog en dan in die elastiek naar beneden. Ja. Oké, okay, jongens. Deze epische race gaat beginnen in 3, 2, 1, go! Oh, oh, kak! Zo, maar ik Domme! Ik snap het niet! Timo, wat is dit voor een kut parcours? Huh? Ik snap het niet! Hierheen! Timo, je kan helemaal niet achterlangs! Ja, Lars, je moet hier doorheen! Kan het niet? Nee! Sukkels, dan ben ik als eerst! Hier heb ik gewoon weer eens niet goed over nagedacht, jongens! Hoe moet deze ook weer? Ik word vastgehouden! Hey. Ik ga je inhalen, Melchie hoor! Aan het voor. Jongens, die race laten we zitten, worden we helemaal moe van. We gaan eventjes door het kinderspeelparadijs in en dan gaan we kijken of we ook sommige dingen in slaapzak kunnen doen. We hebben daar namelijk de glijbaan, nog een glijbaan. Nog een glijbaan. Die ding is levensgevaarlijk, gaan we niet meer doen. Ik wil gewoon even zo omhoog. Laat mij. Go! Ik had hier ook niet al kort. Lars, stop. Ik ga blijven. Tim Wessel, go. Oeh, jezus. We gaan nog een keer. Maar Timo staat er. Nee, we gaan nog een keer. Tim, nog een keer. One, go. Tim. Lars, ik zie ook gewoon helemaal niks door jou. Nee, hey, is niet leuk. Nee, dat was 20 zwaar. Ik ben langzaam. Hoe kunnen we om 2:15 lol hebben met een fucking glijbaan? Holy shit, ik heb echt super veel lol. Kijk naar mijn hoofd. Drie. 2, 1, Jouw voeten, gast, ik kwam er bijna in mijn gezicht nadat ik eerst zijn voet in mijn kont heb gehad. Oké, we gaan even een experimentje doen. Experimentje. We gaan met de slaapzak omhoog lopen. Timo. Oké, dat kan niet. Ik denk dat het tijd is om te gaan slapen. We gaan een slaapplek zoeken. Oké, het is momenteel 3:30 s'nachts en we lopen hier nog steeds rond. Maar het is tijd om een slaapplekje te gaan zoeken en ook echt te gaan slapen. Ik ga eventjes kijken waar ik dat ga doen. Ik weet als ik aan die kant van het park ga slapen dat ik morgen vroeg heel vroeg wakker word. Want dat schijnt allemaal licht naar binnen en dat wil ik niet. Dus we gaan naar een donker plekje. Hier zijn wel wat matjes bij de auto. Op de glijbaan ga ik niet liggen. Ik denk oprecht dat ik hieronder ga liggen. Dit matje is lekker zacht. Oké, die is best wel hard. Niet heel fijn. Ik ga toch op zoek naar een andere plek. Ik denk dat ik hier naar boven ga klimmen. En dat ik gewoon op een random plek ergens mijn slaapzak neerpleur, licht uitdoe en dan ga ik slapen. We hebben eventjes een klein tochtje gemaakt en ik heb het gevonden. Daar ligt mijn slaapzakje al en deze mat is redelijk zacht. Dus hier ga ik mijn spulletjes leggen. Moet je even kijken, gewoon random. Tussen alle speelrekjes in. Wessel gaat daar lekker liggen. En ja. Jongens, het wordt me weer een nachtje. We gaan even de lichtjes uitdoen en dan ga ik kijken of ik het nog terug kan vinden. Want anders ga ik niet mijn slaapplekje meer vinden en dan ga ik ook niet lekker slapen vannacht. Dus we gaan even het licht uitdoen. Oké, hier zijn de lampjes en ik ga ze allemaal uitzetten. Dan drukken we even hierop. Alle verlichting uit. Boom! Jongens, ik vind het nu al eng. Oh, en ik moet nog mijn plek vinden. Dit is helemaal naar boven. Ik denk oprecht dat daar eng is om te slapen. Jongens,
Oprotten met die camera! Nee. Slaap lekker! Ik wil niet spelen met mijn privé! Slaap lekker! Ha! Yes! Woe! Ik lig in een kinderspeelparadijs en ik ga hier nu lekker slapen. Dames en heren, jongens en meisjes, het wordt nu echt tijd om te gaan slapen. Het is veel te laat, we moeten er morgen ook weer vroeg uit. Dus ik zeg tot morgen. Voordat we naar dit mega spannende stukje gaan, heb ik geconstateerd dat 65,6% van jullie niet is geabonneerd, maar wel naar mijn video's kijken. Dat mag natuurlijk niet, dus ben je nog niet geabonneerd, dan moet je natuurlijk even abonneren. En doe je het niet, dan weet ik gewoon even niet wat er met je gaat gebeuren. Maar ga gewoon even abonneren. Lars, maak je een geintje? Hey joh. Nee. Hallo. Hallo. Goeiedag, goedenavond. Ik dacht dat je een grapje maakt. Ik heb het lekker aan het doen. Zijn jullie gebeld, hè? Zo ziet het er ook wel uit. Echt? Nou, omdat de mensen in het pand zijn. Maar als we gestuurd worden, dan kan ik in ieder geval even weten. Maar de eigenaar weet het toch gewoon, Timo? Ja, maar voor mij was iemand die langs fietst of zo. Veel plezier. Lekker slapen. Vanavond nog werken. Uiteindelijk bleek het te gaan om een valse melding die iemand had gedaan, waarvan wij de naam ook niet weten. Maar na een goed praatje met de agenten was het allemaal duidelijk en weer goed en konden wij onze nacht voortzetten. Oh ja, en ik had nog eventjes gevraagd of ze ook een rondje wilden doen door het kinderspeelparadijs. Willen jullie nog een rondje ook? Het kan nu, hè? Springen. Oh, dames en heren, jongens, wij zijn een hele goede morgen. Oh, hier ben ik echt even nog te moe voor. Nou jongens, we hebben het overleven, zijn wakker geworden in een kinderspeelparadijs. Lars! Nu even niet, hè! Tim heeft al zijn spulletjes gepakt, Wessel ligt daar nog. Ik ga mijn spulletjes ook pakken. En dan ga ik denk ik via de glijbaan weer weg. Want we gaan even lekker eten. Dan gaan we de spulletjes pakken en dan gaan we richting huis. En na dit soort video's ben ik altijd helemaal kapot. Om te lagen laat op bed. We hebben nog wel redelijk uit kunnen slapen. Dus dat is goed. We gaan naar beneden in stijl met de glijbaan. Nice. En zoals je ziet is het een poosje later en zijn wij weer uit het kinderspeelparadijs. We hebben best wel lekker geslapen. Nou ja, ik heb best wel lekker geslapen. Ik ben wel een paar keer wakker geweest en er stonden in één keer kinderen voor het raam. Nou, ook superleuk natuurlijk. We hebben niet heel veel slaap gehad, dus ik ben nog een beetje moe. Maar hey, het maakt helemaal niet uit. We hadden het superleuk, het was supergezellig. Ik wil Jumbo Kidsplay bedanken dat wij hier mochten overnachten. Dit was even een droompje die uitkomt. Dit zou ik al super lang doen en nu is het eindelijk gelukt. Maar hier besluit ik ook gelijk de video af. Voor nou weer een superleuk video. Even zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, dan moet je natuurlijk eventjes abonneren. Laten we proberen om weer 1000 abonnees binnen één dag erbij te krijgen. Laat je vrienden opnemen, iedereen abonneren, stuur hem, deel hem, abonneer zelf. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Later.